Nou, hoi, ik ben Niels. Ik speel in Wicked de rol van Mok. Een beetje een onhandige jonge man. En dit is. Ik ben Christanne de Bruin en ik speel de rol van Nessa Rose, die smoorverliefde is op deze jonge man. Ja, maar Bok of Mok, zoals hij in het Nederlands heet, is helaas niet verliefd op Nessa Rose, maar op Glinda. Alleen Glinda ziet hem niet staan, dus bedenkt zij een plannetje omdat Nessa Rose in een rolstoel zit. Dat ik me over haar kan ontfermen, dat ze dat heel erg lief zou vinden. Dus voor mij is dat weer de ultieme poging om bij Glinda terecht te komen. En uiteindelijk zijn we de hele musical aan elkaar samen overgeleverd. Samen op het toneel, ja. Ja, en dat is heel goed voor zijn armspieren. Ja, ja, we doen... Christan zit in een rolstoel, dus ik ben heel veel flink achter de rolstoel. We hebben een dansscène, ongeveer halverwege de eerste acte. En dat is vooral omdat ik natuurlijk dat niet is echt, op mijn benen kan staan, vooral zijn aandeel. Ja, en daar zijn we nu 2 weken mee bezig en het begint nu aardig erin te komen. Maar ik kan je vertellen dat dansen met een rolstoel in de hand, dat nog best wel lastig is. En voor mij is het alleen maar heel erg fijn. Ja, jij zit gewoon lekker en je wordt heerlijk. Een beetje rondgereden. Ja. Maar het is wel heel mooi gezet en het is wel heel... Het is wel echt een dans van 2 mensen met elkaar en dan die rolstoel zit ertussen. Dus dat is ontzettend tof. Ja. En ja, het is ontzettend gaaf om in deze productie te staan. We zijn nu 2 weken bezig en de eerste acte zit er grofweg in. Ja, we zijn nu de eerste acte een beetje aan het bijslijpen. Maar je ziet nu al echt momenten die mij wel ontroeren en raken. Ja. En de muziek is fantastisch. Je hoeft de muziek maar te horen of het verhaal komt al tot leven. Ja, dus, het is echt prachtig. Ja. Dus kom allemaal kijken. Ja, zeker.